Het parkeerterrein van Sportpark de Rusheuvel is sinds deze week weer één grote stadscamping. Het is de komende week het onderkomen van alle kermisexploitanten die er met grote salonwagens, campers en caravans zijn neergestreken. Woensdag, de dag voor de kermis, bereikte de thermometer tropische waarden. En daar zijn de exploitanten niet echt blij mee. Nee, ja, dan gaan de mensen meestal naar het zwembad of zo. Hè? Maar ik hoop dat dan s'avonds dat een beetje mensen komen. Het is niet zo goed dat warme weer voor ons. Het mag wat jou betreft wel wat af gaan koelen. Ja, voor mij wel, ja. Ja. Maar zo de voordagen vind ik het niet erg. Is het wel lekker zo'n weer. Nou, ik denk dat het wel een heel groot probleem gaat worden. Nou. Het weekend is 32 graden. En nou ja, dan gaan de mensen niet veel naar de kermis natuurlijk. En als ze wat op de kermis doen, is het alleen maar drinken. En dan is het geen eten. En wij zitten met een etenzaak, met nootjes. Dus dat wordt wel een probleem, denk ik. Maar ja, daar kan de gemeente niks aan doen. Dat doen we allemaal zelf dan, zal ik maar zeggen. Ja, toch? Ja, maar dat is overal, denk ik. Hè. Het hier warm is, op een andere plek ook warm. Dus we zullen ermee moeten doen. Je moet komen, pakken zodat het komt. Als het regent is het ook niet goed, hè? Zo werkt dat. Positief blijven dus en hopen dat er toch genoeg mensen de warmte trotseren en naar de kermis komen. De meeste exploitanten komen al jarenlang naar Os en kunnen goed vergelijken met de kermissen in andere gemeenten. We hebben inderdaad heel wat kermissen meegemaakt. Als Tilburg komt, dan sta je achter in de modder en dat is niet zo prettig. Dan is het hier allemaal wel goed geregeld. De stroom, alles, ja, alles is wel goed geregeld. Ja. Komt u al lang hier in Os ook? Ja, ik zal niet meer weten hoeveel, maar ik denk toch wel gauw een jaartje of 17. Ja, denk ik dat ik hier al kom. Maar je moet me er niet aan ophangen. Ja, gezellig. Het is altijd fijn. Ik vind het altijd fijn hier staan zo. Ik ben hier graag. Wat is er dan juist zo goed aan? Ja, ik sta hier altijd wel graag in Brabant. Ik vind de mensen hier ook gezellig en zo. En, jawel, het is wel leuk hier. Ja, omdat gewoon, het is, net als ik net zeg, het is een volksfeest. Het is voor iedereen. Het is voor rijk en arm. Iedereen kan ervan profiteren. Het is leuker als een pretpark. Zo werkt dat. Op de Rusheuvel is veel ruimte, maar die lijkt nu al bijna helemaal benut. De gemeente moet het allemaal in goede banen zien te leiden. En dat lukt aardig, ook omdat de exploitanten veel onderling regelen. Het zijn vaak families die toch wel bij elkaar willen staan. En daar houden we wel een beetje rekening mee als het kan, dat ze toch ieder zijn eigen plekje kan krijgen. Mits mogelijk, want kijk, als er nu nog mensen komen, ja, dan zullen ze de plaats moeten nemen die nog over is. Dat is niet anders. Hè. Het is bijna vol nou, op één of twee plaatsen na. Dus de kermis moet eigenlijk ook om die reden maar niet verder gaan groeien? Nou, kermis mag best groeien, maar hier wordt het dan moeten we hier weer uit gaan breiden op een of andere manier. En we moeten ook rekening houden met andere sporters, met de voetbalvereniging en de sporthal, dat die ook weer parkeerterrein overhouden natuurlijk, want anders krijgen we daar problemen mee. Dat is niet de bedoeling. Donderdagmiddag om 4 uur gaat de Osse kermis van start. En als het dan echt te heet is, dan kun je natuurlijk het water opzoeken. Al hopen de kermisexploitanten van niet.